In Zandvoort poppen allerlei exposities op. Hier achter mij is er ook weer eentje opgepopt, namelijk het Lang Leve de Kunst project. En dat is wel een hele bijzondere project, want deze expositie is vandaag 1 dag te zien in Pluspunt. En wij gaan even een kijkje nemen hoe bijzonder het is. Carina, jij bent initiatiefnemer voor dit mooie project, Lang Leve de Kunst. Hoe is het ontstaan? Ik heb wat ervaring met groepscursussen. Ik heb 10 jaar lang voor de VU gewerkt, voor Kinderstad. En daar merkte ik dat kunst heel verbindend kan zijn voor alle culturen. Dus toen ik naar Zandvoort kwam in 2018, toen dacht ik hoe leuk zou het zijn om meer verbinding te zoeken met kunst onder de Zandvoorters. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Is het gelukt, die verbinding? Ja, die verbinding is echt fantastisch. In het begin, bij de eerste les van Annemarie Sebrandi met mozaïek, toen bleek al dat mensen het best wel spannend vonden, hè, om 18 weken lang met 20 mensen bij elkaar te zitten. Elke week weer, 4 uur lang. Maar aan het eind van haar 4e les, toen waren er al verbindingen ontstaan. Mensen gingen bij elkaar langs, mensen belden elkaar op. Als de een ziek was, oh, dan wens je elkaar sterkte. Dus toen ik in de 4e sessie kwam, toen merkte ik al in de groep, er is al een cohesie tussen de cursisten. Dus wat wij eigenlijk wilden met dit project, hebben we gewoon bereikt. Fred Rozenhart, ja, je bent kunstenaar. En je speelt ook toneel en je doet eigenlijk van alle markten thuis. Ja. Als je zo naar dit project kijkt, Fred, wat vind je ervan? 100% geslaagd. En als je ziet de verbinding, wat ook de bedoeling was met mensen. Eenzaamheid, maar ook menselijke creativiteit. Nu eigenlijk ontdekten, die zaak nooit van zichzelf wisten. En dan helemaal uitkomt. En ook een soort vrienden geworden eigenlijk, die mensen 20 weken lang. Echt intensief werken en er is toch iets uit ontstaan. En dat is wel een geslaagd project. Heel geslaagd. Er waren diverse kunstcategorieën, disciplines, dat woord zocht ik. Kan je er een paar noemen? Ja, we hebben Annemarie Sebrandi met mozaïek. Annemarie doet al heel veel in deze regio. En het is hartstikke leuk om met een groep mensen de omgeving van Pluspunt mooier te maken. Dus deze tegels gaan echt gewoon ingegraven worden. Ellen Kuil met Glasfusion. Zij heeft een heel mooi glasatelier in het centrum, met Schelpenplein. En het is een discipline dat niet veel mensen kennen. Dus zij heeft toen het het thema seizoenen genomen. Dus zij heeft met 4 glaswerken heeft ze dus 1 mooie plaat gemaakt. Fred Rozenhart met improvisatietoneel. Hij is natuurlijk toneelspeler, regisseur en toneelschrijver. En even kijken, toen kwam ik. Ik ben zelf beeldhouwer. En normaal gesproken werk ik met steen en brons. Dat gaat natuurlijk niet hier in Pluspunt. Dus toen ben ik met herinneringen gaan werken met het materiaal dasklei. En als laatste kwam, Donna Corbani. En zij is bekend hier van de tekenen en schilderen. En zij heeft ook een verbindend thema gekozen. En zij heeft heel veel tekeningen en op doek gewerkt. Dus dat zijn de 5 disciplines. Meneer Bluijs, Zandvoort en kunst, wat betekent dat voor elkaar? Dat betekent dat mensen in Zandvoort creatief zijn en hun creativiteit moeten kunnen uiten en dat wij in Zandvoort daar oog voor hebben. Begint Zandvoort een kunstdorp te worden? Een klein beetje. Sinds we de kunstnoten hebben doen we er echt alles aan om op allerlei vlakken kunsten onder de aandacht te brengen. Ja. Dus we proberen daar echt meer invulling aan te geven. Onder andere dus de verbindingen. Zoals nu in het sociale domein, met ouderen, met mensen die iets extra's willen doen. En dat geeft ook voor, bijvoorbeeld zo hier als Pluspunt, geeft dat extra reuring. Maar ook mensen die hier dus nog nooit zijn geweest. En dan denk ik, goh, hey, bij Pluspunt, oké, ik heb kunst nu gedaan, ik kan ook andere dingen doen. Dus kunst verbindt in die zin de Zandvoorters met elkaar. Zijn die Zandvoorters goed in verbinden? Als je ze de ruimte geeft, zeker, absoluut, ja. En laat iedereen in hun waarde. Dat vind ik heel belangrijk. Welke cultuur ook, welke leeftijd ook. Respecteer elkaar en laat elkaar vrij in hoe je met kunst omgaat. Smaakt het naar meer? Absoluut. Absoluut, ja. Als we zo kijken naar alle mooie kunst, hè, verbaast het je wat er allemaal uit is gekomen? Nee, eigenlijk niet. Want als je met goede vakdocenten werkt, dan kunnen die docenten ook het beste bij de mensen naar boven halen. Geef ze ook de ruimte en geef ze ook de tijd om over dingen na te denken. En ga niet pushen dat iets af moet zijn. Want voor ons was eigenlijk allemaal het belangrijkste. Niet eens het resultaat, maar het feit dat je plezier maakt met kunst maken. Het is ook puur voor jezelf. Het is een individueel iets, maar om het gezamenlijk te doen, om naar andere resultaten te kijken of gezamenlijk over te praten. Ik denk dat dat eigenlijk nog het belangrijkste is van dit project. Zijn de mensen creatief? Heel creatief, want iedereen moet zeggen, ja, ik kan niet tekenen, ik kan niet dit. Maar als je ziet het resultaat, de ene zal wat meer diepte ingooien, de andere. Maar dat maakt juist kunst zo mooi. Want Anton Heijboer zei altijd, wat is kunst? 5 penseel in je hand houden. Dat is pas kunst. Dus het is gewoon waar je gevoel hebt. En de mensen zijn zo creatief bezig. Vorige week was de inhaalles en er waren ook mensen met dit. En als je ziet wat ze ook gemaakt hebben, wat Carina met z'n gedaan heeft, een verhaal op een doek te maken uit hun eigen geschiedenis, uit hun eigen leven. En dan is het best heel prachtig, mooie verhalen wat ze uit willen zien. Dit is mijn leven. En dat zie je ook met de snoeptegels, met het glas, met Carina en ook met alles nou wel hier. Prachtig als je het ziet. Ja, ik heb een dramales gegaan, dus een beetje hoe je met je kan staan op toneel. Maar dit is gewoon op een top geslaagd. En het is welkom eigenlijk ook een groot applaus voor de gemeente of van Pluspunt, die dit geld voor elkaar hebben gekregen. En om dit project te doen. En ik hoop dat het door gaat zetten of dat de mensen zelf weer naar de kunstenaars gaan. Wij willen verder gaan. Maar dus het smaakt naar meer. Het smaakt erg naar meer. En we hebben een prachtig gebouw, we hebben Pluspunt en we hebben ook nog meer locaties. Nou, want er zijn mensen ook heel veel eenzaamheid. Hè? En door die eenzaamheid gaan ze toch hierheen. En dan geef je toch een tikkeltje warmte en ook een tikkeltje creativiteit. En dat is alleen maar, daar doen we het voor. Dat is een pluspunt. Ja, zeker. Ja, goede woordspeling. Hey, maar Fred, is Zandvoort een kunstdorp of een kunst- en cultuurdorp, moet ik eigenlijk zeggen? Ik denk een kunst- en cultuurdorp. Ik denk niet dat de mensen beseffen hoe creatief ze eigenlijk zijn. Want je moet ook creatief met het strand bezig zijn, met horeca. Het is allemaal creatief, hè? We zijn kunstenaars om het circuit. Het is allemaal, we hebben iets te maken met creatief. Het is niet alleen maar op een schildersdoek. Creativiteit heeft ook te maken, hoe leef je, hoe hou je staande. Ja. Dit project is ontstaan in het Cultuurcafé. Ja. Bent u daar niet dan een klein beetje trots op? Ja, daar ben ik best wel trots op. Want de bedoeling van het Cultuurcafé was juist om mensen bij elkaar te brengen die met kunst bezig waren. En om meer activiteiten van de grond te krijgen. En dan kan je natuurlijk altijd denken aan evenementen, meerdaagse evenementen. Maar juist deze kleine, schalige wijze waarop je kunst onder de aandacht brengt. Daar ben ik heel erg trots op dat dat gelukt is. En ik hoop ook dat het voortgang gaat vinden. Zodat meer mensen zich met kunst gaan bezighouden. En het is ook goed voor de gezondheid, hè, kunst.